Yo bazen, daar ben ik weer met de nieuwe Stumble Guys video. En in deze video ga ik de hele Stumble Pass claimen. Ja, tegenwoordig heeft elk spel wel een eigen pass. Ja, en zo Stumble Guys ook. Maar deze is wel extra speciaal, want Mr. Beast had de samenwerking met Stumble Guys. En je hebt op dit moment allemaal Mr. Beast items hierin staan. Je hebt scherven van Mr. Beast. Je hebt een Mr. Beast special skin, dus dat is wel heel nice. En je hebt verder nog allemaal Beast bugs die je kan opmaken. En wat heb je nog meer? Ja, je hebt nog volgens mij meer van die speciale beastpunten, inderdaad. Je hebt hier een emote, dus dat is ook wel nice. In ieder geval, je hebt van alles wat je kan verzamelen. En met die beastbugs kan je vervolgens hier aan dit rad draaien. Beastbug rad. En hier kan je dan vervolgens ook weer speciale dingen krijgen. Dus met al die beastbugs gaan we dan volgens aan dat rad spinnen. En dan ben ik heel benieuwd wat we allemaal kunnen gaan krijgen. En of we misschien een coole Mr. Beast skin kunnen krijgen die verder niemand heeft. Maar voordat we gaan beginnen met deze video wil ik jullie eerst vragen om dat duimpje omhoog achter te laten. 1000 likes zou mooi zijn. En abonneer, blijf je natuurlijk op de hoogte van al mijn video's. Oh ja, en voor Bouws kleding, check natuurlijk Bouws.nl. Maar ik ga beginnen. En we hebben nu een mooie bananenskin met een bananenauto. Ik vind deze wel geniaal trouwens. Ja, ik vond de gewone bananenskin al nice. Maar dit is een bananenskin in een bananenauto. Dat is toch wel extra cool. We krijgen nog beastbugs. En dit zijn van die scherven. En dan heb je in totaal 45 scherven nodig. En dan krijg je dus deze skin. En dat is dus het speciale van deze skins. Die zijn gewoon wat moeilijker om te krijgen. Mr. Beast. Daar hebben we er nu 20 van. Ja, ik heb deze skins nog niet veel gezien. Dus we gaan zo meteen even kijken wat nou precies kan. En wat voor skin we kunnen krijgen. Maar met die beastbugs kan je dus ook weer van die scherven krijgen. Dus dat is mooi. We krijgen wat edelstenen, stumbletokens. Daar heb ik echt meer dan genoeg van. Dus dat maakt me allemaal wat minder uit. We krijgen een emote. We krijgen hier nog een emote van Mr. Beast. En we krijgen nog een animatie. Oh, die zou er wel grappig uitzien. Dat was volgens mij een speciale beast animatie. Welke was dat? Dan moet ik hem eventjes kijken. Of was die legendarisch? Nee, ik heb helemaal geen legendarische. Ik heb alleen maar epische. Maar zou die episch zijn die ik net heb geclaimd? Ik weet het eigenlijk niet. Oh, hier, dit is hem. Oh, die is niet bij animaties. Dat is gewoon in de game zelf. Oh, dat is ook wel grappig. Nou ja, doen we nu weinig aan. Ik wou hem eigenlijk als een soort van celebration animatie hebben. Maar we hebben hier nog eentje. Dus dat is ook wel leuk. We krijgen nu nog meer scherven. Dus dat is ook mooi. Dan gaan we die beastskin al bijna vrij kunnen spelen. Want we hebben hier weer 20 erbij. Dan zitten we al op de 37. Dan hebben we er daar nog maar 8 van nodig. Ik weet niet of we nog meer in de pass krijgen. Maar anders moeten we zo meteen even aan het rad proberen meer van die scherven te krijgen. We krijgen nog 20 van die escape punten. Ja, ik vind dit dan denk ik een van de mindere skins. Ja, maar die is toch ook leuk meegenomen. En we krijgen een willekeurige skin aan het rad. Maar ja, ik heb ze allemaal al. Ja, dit is niet echt iets waar ik naar op zoek was. Nee, want dit zijn allemaal dingen die ik al heb. En dan heb ik ze allemaal dubbel. En dan krijgen we er gewoon stumbletokens voor terug. We krijgen nog voetstappen met geld. We krijgen, oh, nog voetstappen van Mr. Beast. We krijgen nog meer bugs. We hebben zo meteen zoveel beastbugs. Dat is echt niet normaal. Nog een animatie. We krijgen stumbletokens. En nu krijgen we nog 20 van die Mr. Beast punten. Dan zitten we op dit moment op de 40. Dus dat is al redelijk wat. Maar dat is nog niet voldoende. Oh, hier krijgen we er ook nog 20. Dan zitten we er nu op de 60. Dan heb ik nog 15 nodig. En dan speel ik dus deze Mr. Beast legendarische skin vrij. Ja, dan sowieso dat veel mensen die niet hebben. Dus ik ben heel benieuwd of mij dat gaat lukken. Dus al die Beast bugs die ik net heb gekregen, die gaan we opmaken om die Beast skin te proberen vrij te spelen. We krijgen nu een legendarische skin. Op zich wel nice, maar heb ik niets van. En hier krijgen we nog een special skin. Ja, dit is ook gewoon Mr. Beast. In een Lamborghini of zo. Ik vind hem wel geniaal. Ja, ik vind hem leuk. Dat is toch wel nice. Oké, maar laten we nu maar naar de store gaan. En dan gaan we even ervoor zorgen dat we nog meer van die Beast punten gaan krijgen. Ik heb in totaal 1000 Beast bugs bijna. Dus dat is behoorlijk veel. Je kan hier die Mr. Beast krijgen. Die is 10% kans. Op die epische is dat. En die legendarische is 18%. Dit zijn volgens mij degenen die ook in de pass stonden. En dit zijn weer andere. Ja, maar die wil ik niet. Ik wil deze beast krijgen. We kunnen in totaal meer dan 30 keer spinnen. Dus ik ben heel benieuwd of we genoeg punten gaan krijgen om een van deze skins vrij te spelen. Dan hebben we nu 13 punten van die pingwing. Maar die maakt me niet van uit. Ik wil eigenlijk die legendarische Mr. Beast skin krijgen. Oh, deze hebben we ook al bijna. Daar hadden we nog maar eentje van nodig en dan hadden we die vrijgespeeld. Volgende.
En dit is weer die pinguïn. Maar zoals ik al zei, die hoef ik in principe niet per se. Maar dat zijn wel de makkelijkste dingen om te krijgen aan dit rad. Maar die mythische Mr. Beast skin, die is helemaal zeldzaam. Die heeft echt helemaal niemand. Maar we hebben Ape Escape hebben we nu. En volgens mij, als je die dan nog een keer krijgt, dan krijg je je Beast Bugs weer terug of zo. Want we hebben nu hier 7 krijgen we ervan. En die zijn dan dubbel. En dan krijgen we volgens mij gewoon weer 25 van die punten terug of zo. Volgens mij werkt het een beetje op die manier. We hebben nu een legendarische. Oh, die heb ik ook al voltooid. Dus daar krijgen we ook weer wat voor terug. Ook weer 25 van die Beast Bugs. Oké, dus je krijgt niet alles terug. Maar je krijgt wel van de 30 punten die je hebt uitgegeven per spin, krijg je er weer 25 terug. Dubbele bank. Ja, kijk. Oké, dus dan krijgen we nu die voltooid. En dan krijg je dan weer 100 Beast Bugs terug of zo. Ik heb geen idee. Moeten we zo meteen eventjes gaan checken. Maar volgende krijgen we mythisch. Nee, alweer die aap. Nee. Oké, dan gaat het weer richting mijn dubbele bank. Krijgen we 60 ervan bij. Ik ben benieuwd of we dan inderdaad in Beast Bugs weer worden uitbetaald. Maar nice, we krijgen legendarische, maar deze heb ik al. Hebben we dan een andere legendarische nog niet? Ik heb eigenlijk geen idee. En dan moeten we even kijken of ik die skin dan al heb. We krijgen alweer geen mythisch. No. En die pinguïn die heb ik dus ook al. Dus dat is een beetje balen. Maar we krijgen nu weer punten bij de dubbele bank. Dus die heb ik nu ook weer voltooid. Dus ik ben heel benieuwd of we dan zometeen heel veel Beast Bugs hebben of zo. Maar we hebben in ieder geval die legendarische. Oh, die hebben we nog niet voltooid. Dat stond de hele tijd wel, maar dat klopte dus niet. Maar we hebben die Beast, de Beast. Daar hebben we nog 1 van nodig. En van die legendarische Mr. Beast hebben we er nog 9 van nodig. En dan hebben we die vrijgespeeld. En ik denk inderdaad dat we een deel van de punten die we hebben uitgegeven, dat we die weer terug hebben gekregen. Ja, dat moet haast wel. We gaan gewoon weer 10 keer spinnen. En we gaan kijken wat we kunnen krijgen. En of we nu inderdaad die legendarische kunnen vrijspelen. Dat moet haast wel. En we kunnen dit wel overslaan. Dat elke keer die punten worden overgezet. Want dat boeit me niet zo. Het gaat namelijk hierom. Deze hebben we nu voltooid. Dus dat is mooi. En dan krijgen we nog iets naar het dubbele bank. Dan zitten we nu op de 75. Maar nu moeten we eigenlijk alleen maar legendarisch en mythisch krijgen. Dat zou mooi zijn. En volgens mij hebben we nog helemaal niet zoveel heel veel legendarische punten meer nodig. Maar volgens mij is die mythische echt bijna onmogelijk om te krijgen. We hebben er 4. Er staat dat die voltooid is. Maar volgens mij klopt dat dus niet. Volgens mij hadden we daar dus een paar van nodig. En weer geen mythische. Dus dat is jammer. Volgende spin. En wat gaat het nu worden? Nee, weer geen mythische. Deze heb ik ook al voltooid. Ik ben heel benieuwd hoe die legendarische er zo meteen voor staat. En volgens mij hadden we er nog een stuk of 9 van nodig. Maar dat weet ik dus niet helemaal zeker. Volgende spin. Wat gaat het nu worden? En oh, als we die 50 keer mythisch hadden gekregen. Dat zou wel echt ziek zijn geweest als dat was gebeurd. Mythisch? Nee, weer niet. Tussen 2 mythische in. Dit slaat helemaal nergens op. Maar we hebben die dubbele bank hebben we weer voltooid. Krijg je er dan in 1 keer 200 bugs weer bij? Dat zou misschien kunnen. Dat elke keer groter wordt, zeg maar, dat gat. Wanneer je weer je bugs terugkrijgt. Ik denk dat het zoiets is. We hebben nu in ieder geval de 3 epische voltooid. En we hebben 70 van de 75 legendarische. Dus daar zijn we ook al bijna. Dus ik ga gewoon nog een keer spinnen. Dan moet ik 5 keer die legendarische krijgen. Dan heb ik het voltooid. Dus dan hebben we die legendarische Mr. Beast skin. En we krijgen nu mythisch. Maar daar hebben we 125 van nodig. En ja, ik heb nu echt nog maar 4. Die mythische is echt onmogelijk om te krijgen. Ik heb nu 30 keer in totaal gespind. Nou, nu iets minder. Maar in totaal heb ik maar 4 keer die mythisch gekregen. Of ja, 1 keer heb ik gekregen. En toen kreeg ik 4 van die punten. Dus dat is eigenlijk heel weinig. Maar we moeten even die legendarische krijgen. Dat is degene die ik moet hebben. Want dan hebben we natuurlijk die legendarische vrijgespeeld. En die wil ik gewoon eventjes hebben. Nou, het zit nog niet echt mee. Die legendarische, die begin ik maar niet te krijgen. Dus dat is wel een beetje balen. Misschien nu? Nee, weer niet. Dus dat is ook weer stom. Kom op! En nee, we hebben gewoon geen 1 keer legendarisch gekregen nu. We hebben nog wel steeds 300 van die punten. Dus ik denk inderdaad dat er op de een of andere manier een soort van manier is waardoor je weer van die punten terugkrijgt. We krijgen trouwens ook hier gratis die gouden Jimmy skin. Dus dat is op zich ook wel nice. Dus dan hebben we die ook al vrijgespeeld. Maar ik wil eigenlijk gewoon een skin hebben van Mr. Beast die niet iedereen heeft. Want dat is, vind ik persoonlijk wel leuker.
Want anders heb ik zo'n skin die iedereen heeft. We gaan gewoon lekker spinnen. En dan moet ik gewoon nog één keer die legendarische krijgen. Dat is het gewoon. 5 van die legendarische punten. Hoe moeilijk kan het zijn? Ik heb al vet vaak aan dit rad gespind. En nu krijgen we er 4. Dus dan heb ik er nu nog 1 nodig. Kijk, nu pakt hij hem goed. De vorige keer zei hij de hele tijd dat hij vol zat. Maar dat klopt helemaal niet. Dus als we nu nog 1 keer de legendarische krijgen, dan hebben we het gehaald. Ja, 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 ja! Het is gelukt! We hebben de legendarische Mr. Bean skin vrijgespeeld. En dat betekent dat we hem eindelijk hebben. Oh, dit duurde wel heel lang. Maar wel nice dat het is gelukt. Eindelijk! Dus vanaf nu is alles bonus. We krijgen nog een mythische. En dan staat ook dat hij voltooid is. Maar dat klopt dus niet. Daar moet ik er nog heel veel van hebben. Daar had ik er nog maar een paar vrij van gespeeld. En nu krijgen we in één keer nog meer legendarische. Net de hele tijd niet gelukt. En nu in één keer een paar keer achter elkaar wel die legendarische. Doe ik zo meteen even 1 potje met die legendarische. Mr. B skin. Die heeft dus bijna niemand. Die mythische skin die heeft helemaal bijna niemand. Maar die is ook veel te moeilijk om te krijgen. En ik denk dat je daar heel veel geld voor zou moeten uitgeven als je die zou willen krijgen. Want als je ziet hoe weinig mythische items ik tot nu toe heb gekregen aan dit rad. Dat is echt bizar weinig. Nou, nu krijg ik er toevallig weer 2 bij. Maar dat schiet echt voor geen meter op. Want je hebt er in totaal 125 voor nodig. Je moet in één keer die 50 krijgen of zo. Dan heb je er wat aan. Maar anders heb je er echt niks aan. Oké, de Mr. Bean skin hebben we voltooid. Van die mythische zitten we 8 van de 25. Dus daar zijn we nog lang niet. Hoeveel van die punten heb ik nu trouwens nog? We hebben er 95. Dus je krijgt inderdaad wel iets van die punten terug. Maar ik ga even mijn skin aanpassen. We hebben hier dus deze Mr. Bean skin, dus dat is leuk. We hebben deze Mr. Bean skin hebben we ook vrijgespeeld in deze video. Maar deze legendarische is denk ik eigenlijk het meest zeldzame. Want iedereen die de pass heeft gekocht heeft deze kunnen vrijspelen. En deze was gewoon gratis in de winkel verkrijgbaar. Dus ik denk dat deze de minste mensen hebben om eerlijk te zijn. Dan gaan we hier even een potje mee spelen. En dan gaan we eens kijken of we iedereen kunnen slopen met deze skin. Ja hoor, daar gaan we! Mr. Beast tegen alle andere Mr. Beast. Huh, wat is dit nou weer? Oh joh, we bewegen echt ziek snel, bro. Hoe kan dit? Oh joh, dit is echt niet normaal. Ik heb nog nooit zo snel bewogen. Is dit een speciale mode of zo? Of is dit een fout? Ik heb geen idee. We moeten even zorgen dat we snel teruggaan. En dan moeten we hier langs. Ja, dan kunnen we hier snel door. Kijk dan! Wat is dit? Oké, dit is wel echt geniaal. Oké, we moeten even snel hier langs. En, dit gaat niet goed, denk ik. Of zouden we het nog wel kunnen halen? En we halen het nog wel. Net gehaald. Wat was dit? We bewogen echt ziek snel. Of zou dat een speciaal evenement of game mode zijn dat je zo snel kan bewegen? Maar we vlogen echt door de map heen. Ik denk dat dat door de Mr. Beast King komt. Dat kan haast niet anders. Nou, wat wordt de volgende map? Dit wordt de Super Slide. Ben ik benieuwd of we nu weer zo snel bewegen? Ja, daar ben ik benieuwd naar. Ik denk het eigenlijk niet, maar daar komen we achter. Maar je ziet inderdaad, iedereen heeft die gouden skin. Niemand heeft die skin die ik heb. Oké, dit gaat tot nu toe goed. We moeten even jumpen en dan laat die dubbele jump, want dan ga je hier sneller vooruit. En dan staan we hier eerste. Let's go. Tot nu toe doe ik het... Hoezo kon ik niet nog een keer jumpen? Oh nee. Oké, dan moet ik nu een hele goede race doen. Ik kon op de een of andere manier niet nog een keer jumpen. Of dan had ik misschien... Die is... Oh, shit. Ik verpruts het helemaal. Man, oh man, oh man. Oké, weet je wat? We gaan gewoon even de normale route doen. Ik kan nog een keer die route proberen. Maar ik ga nu gewoon even veilig doen met de hoop dat ik op de een of andere manier nog in de top 8 zit. Die laatste binnendoorweg ga ik wel proberen te doen. Met de hoop dat die dan nog wel gaat werken. En hier op de rand. Ja, dit gaat wel goed. Ja, kijk, dat leek er alweer iets meer op. En dan moet ik even hier. En nee. Oké, dat eind ging al iets beter. Maar helaas niet meteen een win. Nou, ik vind het wel best geweest. Ik vond het leuk om al deze rewards te openen. Als jij dat ook vond, vergeet dan niet dat duimpje omhoog achter te laten. Dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk... Ik zie jullie later, bazen. Als jij nou onmiddellijk hebt genoten van deze video, dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus dan kan je die nog even checken. En druk hierop, dan kan je abonneren en blijf je op de hoogte van al mijn video's. En nog één laatste iets. En dat is het allerlaatste van deze video. Check bouws.nl voor de Bouws Army kleding. Hoi.